Nou, ik ben lekker bezig geweest. Het is inmiddels 11:30. Ik heb ruim af wat ik af wilde hebben. Meer dan wat ik af wilde hebben. Ergens komt er één deze dagen iets heerlijks nieuws binnen voor mij. Noodzaak. Helaas. Zo, weer thuis. We hebben net de camera getest die vorige week binnenkwam. En die is super goed. En ook al bedacht hoe ik het kan gaan doen. Hele goedemorgen. Het is vandaag 14 september 2023. Vandaag is Sarah jarig en ja, ik heb haar net al even geappt. Het zal echt een dag met een lachen en traan zijn natuurlijk voor hun. Maar Sarah, ook via hier vanuit gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hoop dat je er een leuke dag van maakt, want het is voor jou gewoon een werkdag. En dat is het onderwijs, mensen. Als je jarig bent, moet je gewoon werken als je door de week jarig bent en je werkt op die dag. Zo zit dat gewoon in elkaar. Hier ligt iemand inmiddels al te knuffelen met zijn rat. Wat ben je aan het doen? Ga je naar buiten? Moet je naar buiten? Ik denk het wel. Nou, even open. Die onderste had ik al open gedaan. Kijk, kun jij naar buiten? Oeh, kan er lekker koud naar binnen komen. Heerlijk. Nou, hij gaat even daar. Ga ik ondertussen even zorgen dat ik dichte schoenen aankrijg in plaats van deze. Want lopen buiten doe ik niet op deze. Hoewel, ik moet zeggen, dit is wel fijn steun aan de zijkant. Zoals elke donderdag begin ik met boodschappen doen. Dus het is nu 8:08. Ik ga naar de Jumbo met de auto boodschappen doen. We sparen weer voor een nieuwe raceauto. Dus ik hoop dat ik hem bij elkaar ga krijgen. Meestal lukt het. Fingertjes crossed. Maar op naar de Jumbo, boodschappen doen en daarna ga ik aan het werk thuis. Dus ik heb een leuk programma voor vandaag, voor mezelf bedacht. Dus ik ga lekker aan de slag. Nou, ik ben lekker bezig geweest. Het is inmiddels 11:30. Ik heb ruim af wat ik af wilde hebben. Meer dan wat ik af wilde hebben. En nou weet ik echt zeker dat ik elastiekjes had gekocht. Van die kleintjes weer. Maar die ben ik gewoon helemaal kwijt. Ik weet niet waar ik ze heb gelaten. Oh, ik weet het wel. Ik ga even in mijn toilettas kijken. Daar heb ik ze natuurlijk in gestopt. Gewoon in mijn toilettas. Hoe slim van mezelf. Zit er nog meer in volgens mij ook. Even kijken. Deze niet. Ik heb twee toilettassen. Ik heb ook nog zo'n grote hutkoffer. Maar die sleep ik niet over. Ja, daar zit de rest in. Maar goed. Ik heb er maar één nodig om even wat vast te zetten. Maar ik ga eens even kijken waar de hond ligt. Ik denk dat hij op de trap in de gang ligt. Nee, ik zie hem niet. Ik zie wel een hele vieze deurmat. Dus ik ga eerst even stofzuigen. Dan ga ik lunchen. En dan ga ik nog even op pad. Dus, nou ja, ik ga even bezig. Ergens komt er één deze dagen iets heerlijks nieuws binnen voor mij. Noodzaak. Helaas. Maar daar vertel ik nog wel meer dingen even over later. Ik ga nu eens even lekker een eiersalade maken. Daarvoor heb ik verse wiesloof nodig. Deze kan wel even een stukje open. We hebben wat licht. Lekker verse wiesloof heb ik nodig. Ik had hier vanmorgen al even lekker opgeruimd en schoongemaakt en gedaan. Dus dat is fijn. Ik moet alleen nog even stofzuigen en dweilen, maar dat doe ik morgenochtend. Nu even eiersalade maken. Even die ook uit de tuin knippen. Schaar. Nou, een paar sprietjes bieslook. Die ga ik even wassen. En dan knip ik ze even fijn. En dan kunnen ze die alvast in het bakje bij voor de ijssalade. Nou, wat heb je verder nodig? 2 gekookte eieren. Mayonaise. Zout, peper en curry. En dan krijg je een soort van gevuld eitjesalade. En ik doe dat lekker op een broodje. 2 gepelde eitjes. Nou, ik ben van het makkelijk doen. Ik doe dat hierin. En dan doe ik hem nog een keer zo. En dan draai ik hem om boven het bakkie. En dan heb je mooie cookies. Ik vind dat perfect. En je kunt ook andersom doen hoor. Nu haal ik er even een kontje af. Dat is voor Ravi. Die vindt dat altijd erg lekker. Een stukje ei. Nou, en dan weer boven mijn bakje. Nou, en dan heb je gewoon
een eiersalade. En dat is dan niet zo'n hele fijn geprakte eiersalade, maar dat hoeft voor mij ook niet. Ik doe er peper op. Curry. Zout doe ik altijd op mijn hand. Dat je niet te veel zout doet. En een beetje mayo. Ik denk een eetlepel. Dan nemen wij een vork. Dan ga ik prakken. En dan krijg je een hele lekkere salade. Die ik weer op een broodje prop. Oh, en de leekcel, of de peterselie zit er al onderin. Kijk, hoe lekker is dit. Het is een rustieke eiersalade. Nou, ik vind dit echt lekker. Zeker op een koolhydraatarm bruin broodje. Ja. Dan. Zo, weer thuis. We hebben net de camera getest die vorige week binnenkwam. En die is super goed. En ook al bedacht hoe ik het kan gaan doen om dus live met jullie te gaan knutselen. Dus hou het goed in de gaten. Dat wordt echt, ik denk dat dat super leuk wordt. Ik heb de hond even een kort rondje laten lopen. Ik ga nu eventjes naar een pakketje ophalen. Niet voor mij, maar voor Emily. Dat is weer eens niet thuis afgeleverd. Ik krijg er wat van. En ik heb nog een aantal dingen besteld. Die als het goed is ergens deze dagen binnenkomen. Hele simpele dingen hoor. Oh nee, die kon ik weggooien. Deze was uitgebloeid. Dat is waar ook, ja. Hondenvoer voor Ravi heb ik besteld. Heb ik nog meer besteld? Oh ja, twee dingen die ik niet kan vertellen. Nou, deze is klaar. Kraanvogel haal ik er nog wel even uit. Maar ik denk dat ik ook nog even twee nieuwe orchideeën haal. Want het is nu wel... Ik heb nog drie groeien over. Nee, eentje. Eén bij. Ik haal er één bij. De andere gaan nog wel weer bloeien, hoop ik. Die zien er in elk geval gezonder uit dan deze. Die is dood. Die mag weg. De pot even omspoelen. Die mag even in de vaatwasser. Oh nee, deze kan niet in de vaatwasser. Want geen glazuur. Die ga ik even afwassen dus. Maar ik ga even een pakketje opfietsen. Gelijk even een rondje fietsen. Mooi meegenomen. Oeh, jullie zijn een beetje wazig. Ja, maar daar ben ik weer. Ik was bezig met het eten. We eten twee verschillende dingen. Emily eet pasta. Dat eet ik natuurlijk niet. Dus ik heb lekker een koeltje. Dat staat hier. En ik had carbonade meegenomen. Dat was afgeprijsd naar 1,50 €. Dus dat was heel lekker goedkoop. Maar het was vooral veel bot. Dus nou ja, het zij zo. Had ik niet heel goed op gelet. En ik heb nu precies genoeg vlees, zeg maar, voor mezelf. Dus dat heb ik lekker gebakken. En dat ligt nu te sudderen. Dat is nog een kwartiertje. En dan kunnen wij lekker eten. We willen vroeg eten vandaag. Want ik wil na het eten nog wat dingen doen. En Emily wil ook na het eten nog wat doen. Dus dan eten we even op tijd. Ik heb eindelijk stootbumpers op mijn auto besteld voor de zijkant. Zodat auto's er niet meer in kunnen stuiven. Met hun deur. Dat is de bedoeling tenminste. Maar ik zag een hele donkere lucht aankomen. Dus ik ga eventjes een raam hier dicht doen. Helaas had ik mijn camera boven. Raven was zo leuk aan het spelen. Ik hoop dat hij dat nog even gaat doen. Dus ik ga heel even buiten zitten. Even kijken of ik hem nog zo gek kan krijgen. Hij was zo leuk aan het gek doen. En je ziet hem ook al. Wat is er? Wat is er buiten dan? Oh, je bal. Thank you.
Zo, rondje met het hondje gedaan. Laatste rondje. Het is inmiddels 8:55, zegt de televisie. Dus dat geloof ik. Ik ga zo lekker slapen. Ik ben echt moe. En ik weet, denk dat dat komt omdat ik gewoon pijnstilling neem. Misschien dat je daar wat vermoeider van raakt. Maar dat doet wel veel goed. Ja. Hond ligt inmiddels wel in zijn nestje. Ik heb nog een beetje water staan. Dan ga ik nog even opdrinken. En dan even een beetje tv kijken of een boek lezen. Want ik heb hier nog een heel leuk boek. Beter laat dan nooit heet het. Van Charlotte de Moussy. Ik vind het een leuk boek. Lees lekker weg. Niet van die hele lange hoofdstukken. Gewoon elke keer denk ik, 5, 6 pagina's en een hoofdstuk op. En dat vind ik echt lekker lezen. Dus ik ga nog even verder lezen. En ondertussen even kijken wat er op tv is. Mijn hoofd denkt de hele tijd dat het vrijdagavond is en dat er racecafé is, maar er is geen racecafé, dus helaas. Het is niet anders. Inmiddels is het vrijdagavond, ben ik bezig met het editen van de video. En is het eindstukje niet helemaal goed gegaan, dus dat doe ik bij deze even opnieuw. Het was een lekkere werkdag, een lekkere thuiswerkdag, erg tevreden mee. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. Hele fijne dag als je deze video's morgens hebt gekeken. En kijk je nou 's avonds, dan slaap lekker, mooie dromen. Tot morgen, tot de volgende video. Doei!